Ik moet zeggen dat het echt niet evident is om blog januari te doen. Maar als je met een deadline zit voor een tijdschrift, dan ben je veel te laat op het moment. Goedemorgen. Ik ben begin deze ochtend met het eten van wat puur natuur bio yoghurt. En ik ga aan de slag met mijn to-do-list van vandaag. En ik ga die hier opschrijven. Mijn structuur Junkie Light Planner. Sintjur.nl in de mooiste kleur die werd uitgebracht tot nu toe. Ik ben mijn ochtendaffirmaties aan het opschrijven. En ik ga straks ook mijn avondaffirmaties opschrijven. Ik wil ze een klein beetje anders verwoorden. Net de afwas gedaan die hier achter mij opgestapeld stond. Zoals je kunt zien is die nu aan het drogen. En dat betekent toch wel een enorme rust. Al mijn huisspullen staan even hierachter. Ik heb nu de emmer uitgedroogd onder de vaat. Rootsteen. En hopelijk kan ik nu zien of dat er nog een lek is of niet. Dus ik hoop van niet. Deze morgen ben ik gaan werken en sinds ik thuis ben heb ik een redelijk lange middagpauze gepakt. Omdat ik niet alleen moest eten, maar een vriendin kwam ook langs van mij. Ik vond het wel raar om gewoon aan de computer te zitten terwijl mijn zus haar babbelde. Maar nu ga ik eraan beginnen. Ik wil echt hier een stomme kroon afsnijden. Ik wou ze laten meegroeien, maar het lukt niet om ze te laten meegroeien. En toen wou ik ze vaststeken met spaartjes, maar dan had ik nog minder. Blog. Ik was wel aan het twijfelen als ik mijn foto's over had gezet van mijn SD-kaart, of dat ik zing wist die van mijn reizen. Eigenlijk heb ik dat niet gedaan. Want ik heb dus nog op een SD-kaart foto's gevonden die ik nog niet had overgezet. Dat was een kleine ramp voor mij. Ik moet zeggen dat het echt niet evident is om blog januari te doen. Als je met een deadline zit voor een tijdschrift, dan ben je veel te laat op het moment. Maar het komt goed, het komt goed. Het was wel even een stressje gisteren. Want gisteren had ik geen blogbericht voor vandaag. Voor vanmorgen, dus ik heb een blogbericht verschoven. Nu heb ik geen voor morgen, dus ga ik nu nog een moeten afwerken. Allee, moeten, ik wil dit gewoon gaan doen. Ik heb mijn blogbericht voor morgen geschreven en nu ga ik een receptje maken, namelijk rode bietenkies. Mijn horloge moet opgeladen worden, maar dat gaat niet, want ik weet niet waar dat die kabel is. Dat is echt flabby. Wel zocht om de courant te plaatsen. En ik heb ook gewoon geen zin om nu een uur op mijn huis af te zoeken. Dus wie wil zien. Ik ga nu terug wat ijs op mijn been leggen. Zal ik zeker zondag gaan lopen en ondertussen ga ik lezen in mijn boek. Ik maak trouwens grote vorderingen in zij of haar januari 2019 en dat is ook effectief de bedoeling, want het is bijna zover. Het is zo koud. Look. Morgen in footprints. Mijn kamer is echt over zo'n hommeltje, want alle tijd die ik heb besteed ik aan zij of haar. Net mijn boek uitgelezen, het laatste boek die ik wil bespreken in zij of haar januari 2020. En nu ga ik werken aan een van mijn doelen voor 2020. De blogpost met de doelen is trouwens vandaag online gekomen. En een van die doelen was meer bezig zijn met affirmaties. Dus dat ga ik nu doen. Affirmaties zijn trouwens positieve gedachten.
die hersenen eigenlijk sturen. Die jij in je hersenen wil krijgen. Is trouwens hier in de buurt een heel hoog alarm aan het afgaan. Echt zo verschrikkelijk luid. Ik ben discipline. Nu meditatie. Ik wil het woord discipline.